gaan we nu doen? Dat wordt een kasteel. Zet kracht, kom op, zet kracht. Ja. Dankjewel, Eli. Doe geen pijn aan je armen. Nou, doe meer pijn aan je ogen. Hoi allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze video van Broers en Zussen. Ik ben Haley. Daar is Pablo. Onze papa. En hier is Heden. En ik ben Elise. En leuk dat je weer kijkt. En vandaag gaan we een Voxford maken voor ons nieuwe kitten. Maar nee, niet een, zo... Een kasteelvilla Voxford voor kittens. Ja, nee, we gaan dus een kastelen Voxford maken voor onze kitten Katniss. En weet je welke kleur hij wordt? Tadaa, poppenhuisroze. Poppenhuisroze, zo heet die kleur ook echt. Ja. Hè? Dus het wordt natuurlijk niet een heel groot Ik ga het deze mijn kans, als je dit even helpt. Hè? Postzegels of niet? Oh. Eros is op eraan het passen. Maar als je het nog niet hebt gezien in de vlogs, dit is Katniss. Onze allernieuwste aanwinst van Poezetelgen. Oké, maar wat is het plan dan? Heb je al iets getekend? Twee verdiepingen. We gaan twee verdiepingen maken en we gaan gewoon... We gaan gewoon iets doen. Gewoon iets maken. Ja, wauw, dat is één toren. Dat is één toren? Ja. Oh, hè? Ja. Zo van al die kraakjes. En dan maken we hier tussen maken. Met z'n hout van holletjes. Ja, dan maken we hier tussen maken een doos zo. Ja. En dan maken we nog een keer twee dozen zo en hebben we in principe al een toren. Ja, precies, ja. Niet? Wat jij? Hier zit dan een doos, maar dan maar met één verdieping. Want kijk, dan kun je via met de tunnel kunnen ze zo naar de... Ja, misschien van de ene naar de andere kant. Van de ene kant naar de andere kant, dat is cool. Maar dan moeten we helemaal roze verven dan, hè, Haley? Ja. Maar... Oh, wauw, dit is voor mij, ik vind het leuk. Ja, dat was ook wel leuk. Oké, okay, gaan we dat... De dozen zijn... Zit ze toch weer bij je te knuffelen. Ja? Heden heeft er weer vast als een babytje. En dat vindt ze helemaal niet erg, hoor, de poes. Dat vindt ze hartstikke leuk. Maar misschien schrikt ze een beetje van al die dozen, schat. Dus gaan we gewoon even lekker rustig met haar. Leg haar weer bij Eros neer. Leg je er weer bij Eros. Ja, Eros en Katniss waren al beste vriendjes toen ze elkaar zagen. Ja, lief hè. Nou, dit is de constructie tot nu toe. Oh, onze andere katten passen er ook doorheen. Nou, dan zou ik het gat maar wat groter maken, denk ik. En Helen is ondertussen met Katniss aan het spelen. Die is alweer wakker. Kom dan. Kijk. Ja, dat vindt ze leuk hoor. Ik wil ver gooien. Ja, ze was vanmiddag ook als een ninja door het huis aan het rennen. Haley, heb jij al zin om te verven? Ja. Ja, Haley vindt het verven het leukst. Oh, hier, kijk. Oh, je ziet het niet echt, het is een beetje donker. Maar hier is een gat. Kijk. Oh. Dan moeten we niet een ingang vergeten, hè? Oh, misschien moeten we ook een papieren kroon voor haar maken. Oh, ja. Oh. Maar dan gaat ze weer... Een kartonnen kroon. Ja. Maar dan zou ze die zeker kapot bijten. Want ze is tenslotte prinses Kartonsia. Kartonsia. Wat is dit? Wat gaan we nu doen? Dat wordt een kasteel. Wauw, je hebt al controle, Pablo. Ja, dat is de bouwopzichter. Ja, dat is de opzichter. Dat wordt een kasteel voor jou. Laat eens zien aan de kijkers hoe mooi je oranje ogen je hebt. Ja, kijk. Je hebt oranje oogjes. Ze is heel mooi. Ze weet al heel goed dat dit voor haar is, denk ik. Wat denk jij? Ja. Kijk eens. Dit wordt de kleur. Ja. Dan heb je dat shirt. Ja, ik ben kleurblind, kom op zeg. Oh, doet hij het goed, Kitty? Heeft hij wel verkoeling nodig? Ze is wel... wel hoog. Ja, ze is heel geïnteresseerd. Nou, moet je nagaan, we bouwen heel veel kartonnen huisjes, dus die gaan nog heel veel plezier hebben. We moesten ook in de bouwmarkt gaan uitleggen wat we dus wilden schilderen, want we zeiden we willen graag een pot met verf. En toen zei hij van, oké, wat wilt u schilderen? En toen moesten Paolo en ik dus gaan uitleggen dat we een kartonnen huisje voor onze kitten gingen maken. En dat we die graag roze wilden verven. Dus dat vond die mevrouw wel grappig in de bouwmarkt, Haley. Ja. Dus Paolo zei, ja, wij maken heel graag huisjes van karton. En dus we gaan vandaag een roze huisje maken. Ja, papa schaamde zich enigszins. Ja, alles voor kleine Katniss, hè? Want je staat wel weer te bouwen, zo'n fanatiekeling, hè? Wil jij even helpen, Haley? Oh, Haley, help. Oh, god. Even een beetje zo, dat zo tegen elkaar aanhouden. Lukt je dat? Ja, goed zo. Zet kracht. Kom op, zet kracht. Ja. Dankjewel, Haley. Katniss, doet hij het goed? Doet hij het goed? Ja. Ze
ze zit er zo lief op. Hè. Ja, de controle, hè, dit. Ik denk kijk, kijk naar haar staart. Er zit een hele donkere staart. Aan het puntje zit een heel licht kleurtje. Ja, er zit een wit puntje, ja. Ja, je weet precies dat het voor jou is. Nee. En dan komt hier een doorgang en dan kan je naar de andere kant. En dan moet je eigenlijk hierboven... Je moet een gat in, zo, hier. Ook een gat maken, zodat ze op het dak kan staan. Ik maak hier een gat, hè. Oh, daar een gat. Makkelijker. Oh ja. Ja, dat is wat minder hoog. Ja. Ja, goed idee. Ik heb hier nodig om lijnen te trekken. Katniss, vind je het een goed idee? Wat vind je ervan? Ik denk dat ze het een goed idee vindt. En wat ben je nu aan het tekenen, Haley? Een hartje. Een hartje. Oh. Kijk, Katniss vindt het zo goed. Ja, Katniss houdt het allemaal goed in de gaten. Ze is lekker op het karton aan het knabbelen. En dat wordt dan... Een hart. Raam. Ja, een raampje, hè? Dat ze naar buiten kan kijken. Maar ze kunnen er ook doorheen springen. Oh ja, dat kan ook, ja. Dat is ook wel leuk. En jij had dan een heel leuk deurtje bedacht. Hier, zal ik het laten zien. Kijk, hier zo'n deurtje. Kattenoortjes. Dat moet er dan ook bij komen, toch? Oké, ze is een beetje wild. Maar ze mag alvast een kijkje gaan nemen, toch? Ja, ja, zet hem voorzichtig erin. Okay. Kijken of ze het leuk vindt. Ik denk het wel. Zo, door het hartje heen. Door het hartje. Oh, en dan gaat ze naar binnen. Oh. Oh. Dat is een mooi kasteel. Hoi. Oh. Vind je het mooi? Meneer, ik ga daar net snijden. Nee. Natuurlijk gaan we daar dan weer in. Ja. En dan wachten we wel even met snijden, toch? Hmm? Oh, dat is leuk. Dit is kapot schatten. Ja, hè? Oh, zit iemand in de plant? Dat is wel altijd. Nee, stop. Ik weet dat ik er niet in mag. Oh, nee, mag niet, poes. Dat doe je net. Ga maar met je kasteel. Ja. En dan heel bij de hand wegrennen, hè? Bam. Ik wil hier misschien iets van een hartje van maken en dan zo Katnissen. Oh. Prinses Katniss. Ja, en dan waar we... Dan kijk, Prinses Skyler, Prinses Katniss, Koningin Scarlet. Ja, precies. Ja. Oh, kijk nou wat leuk. En het kasteel is klaar. Hé! Hey. Nou ja, het karton is helemaal af. Hier, kijk, hier heb je van die leuke kastelen dingetjes. Ik weet niet, van die torentjes. Een hartje in het midden. Allemaal raampjes. En ja, er moet nog maar één ding gebeuren. Nou ja, tenminste, het eerste deel, het eerste schilderdeel, hè, Haley? Ja, we moeten nog iets van tweede hierna één ding gebeuren, versieren. Ja, ja, eerst maar moet alles. Dat doen we het morgen. Ja, heel goed. Morgen zitten we dus ook in de video. Ja. Het kan kort duren voor jullie vannacht. Maar weet je waarom? Omdat wij dan weer gaan uitzetten. Ja, en dan zetten we morgen weer aan. Hè? Ja, want het is nou eenmaal een groot project. Krijgen we niet in één keer af. Maar hij dekt wel goed, hè, Haley, die verf. Mm-hmm. Zo. Ja, dus dat laat een mooie kleur zien. Heel mooi. Ik kom jullie even helpen, ja? Nou, inderdaad. Dat is heel mooi. Het doet veel pijn aan je arm om dit te verven. Nou, het doet meer pijn aan je ogen. Ja. Zo, ik leg even de laatste hand eraan. Want volgens mij is hij wel helemaal klaar. Ja, nu zie ik weer iets te bouwen. Ja, hij is zo ontzettend roze. Roze dan roze kan eigenlijk niet. Dus ik... Wij hebben nog nooit zo'n felle box voor kunnen. Nee. Maar ja, het is eigenlijk dus ook best wel... goed idee geweest, want we hebben latex gebruikt, toch Pablo? Ja. Dus, Haley, geef het een waardige presentatie. 5 sterren. 3, 2, 1. 5 sterren. Een 5 sterren kasteel. Een echt prinsessenkasteel. Waar Koningin Scarlet en prinses Katniss en prinses Skyler wonen. Ja. En hun 2 trouwe wachters, Eros en Zeus. Ja, dat zijn de wachters inderdaad. Oh, een echt poezenkasteel. Denk je dat de andere katten er ook in gaan dan? Ik denk dat hij dan instort. Met z'n allen lekker in een aanval op het kasteel. Kijk, dit is de schade. Als je dus beneden aan het verven bent. Hier zit een beetje op mijn voeten. Op de grond. Hier op de kast. Op de vloer.
En de bank hebben we gelukkig afgedekt. Hele, dus ja. Nee. Alles op je dag. Nee, Haley heeft aan deze kant geverfd. Oh, okay. Haley, en ik ook trouwens, dus misschien heb ik het wel gedaan. Maar goed, buiten was even geen optie vandaag. Want het is niet echt super mooi weer. Nou, het is inmiddels de volgende dag. Ja. En de box voor de poes is helemaal goed droog. Dus hij is helemaal roze. Zoals jullie hadden gezien. En hij is droog. Maar hij is nog niet helemaal af. Nee. Want we gaan hem nog even wat verder versieren met z'n drieën. Ja, Kennis heeft er al in gespeeld. Ja, inderdaad. Klopt, ja. Gisteravond, ja. Had ik niet gefilmd. Maar ze heeft er al wel in gespeeld, wij inderdaad. Is de film. Ja, ik heb hier onze beroemde bak met verf. En Katniss ligt hier, lekker bij oma Eros, dus ik hoop dat ze niet door de verf gaat wandelen, zoals Skyler gisteren. Oké, okay, het was wat ik graag wilde doen, is dan, mag ik deze zijkant hier doen, Haley? Ja. Haley? Ja, mag. Ik heb toestemming, gelukkig. Dankjewel. Nou, ik wil dus in ieder geval van die klimplantjes gaan schilderen. En wat wil jij gaan schilderen, Haley? Heb je een idee? Die gaat helemaal los. Dus ik pak denk ik even de donkergroene verf. Heb ik daarvoor nodig. En dus deze. En heb van heen al een beetje blauw gekregen. Hartstikke lief van hem. En welke rood zal ik dan doen voor de roosjes? Hoeveel rood die jij leuk vindt? Deze? Ja, ik heb deze. Dat is een beetje donkerrood. Dat is ook wel mooi. Ja. Misschien kan ik het een beetje mengen. Ja. Nou, dan gaan we maar mooi versieren. Dus ja, nu is hij nog helemaal roze. Ja, hij moet nog gemaakt worden. Ja. En deze keer hebben we dus een kittenhuisje gemaakt. En het is een echt kasteel. Ik weet niet hoe lang ze er nog in past. Hè? Maar voor nu past ze er prima in. Ze heeft er gisteren echt vet lang gespeeld. Ah, die grote katten die passen er ook gewoon in hoor. Die proppen zichzelf er gewoon in. Dus nou ja, dan ga ik ook eventjes helpen met schilderen. Want dat vind ik ook wel leuk om te doen. Nou, we zijn hier hard aan het schilderen. Ik ben bezig met mijn rozen. Kijk naar mijn roos. Begroeiing. Ik ben echt. Heren heeft ook een mooie roos gemaakt. Ja, met die duimlok. Maar dit is goed voor mijn motoriek. Is zeker goed voor je motoriek. Ja, zeker. Heren, ik gebruik lichtblauw voor de lucht. Maar vind je het ook wel leuk om te knutselen? Ja. Ja, hè? Ja, meisjes kunnen ook een blauw houden. Toch, Haley? Tuurlijk. Dan moet je de lucht iets meer uitsmeren met zo'n hele grote. Dan kan je de lucht heel goed zien. Ja. Dan moet je het echt heel goed uitsmeren, zodat je een beetje een soort van luchtige krijgt. En niet zo heel shiny en klodderig, maar echt ja, heel dan moet je een beetje luchtig deppen. Ja, ja. Goeie tip, goeie tip. En Haley heeft hier een regenboog gemaakt. Toch? En jij gaat straks ook prinses Katniss schilderen, toch? Mm-hmm. Ja, oké. Okay, dan ga ik dus door met mijn doornstruik die ik heb geschilderd. Ik ga dat ook maken. Ja, leuk. Past echt wel een beetje bij een kasteel, toch? Ja, bij zo'n prinsessenkasteel. Ja, Sleeping Beauty. Wat heb je gemaakt? Zonnebloem. Een zonnebloem. En Amgegozen, schat, wat gaat het goed met jou met het verven? Ik weet zeker, als jouw juf dit ziet, dat ze heel trots op je is. Hè? En je vrouw van ergotherapie. Klaar. Ja. Leuk. En waar komt dan prinses Katniss te staan? Ja, helemaal. Ja, ja. Ik ging dat schrijven. Ja, ja, mag ook ergens anders hoor. Of niet per se hier, weet je. Er staat nu al een zonnebloem. Ik ga iets maken. Ik is niet erg. Ik ga gewoon Katniss schrijven, oké? Nou, en hier is dus mijn kunstwerk tot nu toe. Ik heb een rozenstruikje dan gemaakt. Nou, dat wordt echt heel kleurig. Katty? Ik weet dat je lekker ligt te slapen, lieve schat. Maar jij krijgt een mooi huis, joh. Ja, hallo. Dag, Eros. Met je grote neus. Ja, ze kan altijd zo lekker spinnen. Ze is zo schattig. Krijg jij een mooi poezenhuisje. Hè? Wat een geluk heb jij weer. Hè? Zo mooi. Een goeie toch. Ja, bijzonder. Woon je bij zo'n knutselgezin, hè? Wat ben je aan het maken nu, Heden? Een doren. Ook een doren. Leuk, schat. Ook allemaal roosjes? Nee, er zijn geen roosjes. Wat? Besjes. Oh, zijn besjes. Oh, ja, dat kan ook. Hier heb je grote rozen dan. En dit is de beste struik. Ja. En je hebt mooie hartjes gemaakt. Heb jij die hartjes gemaakt? Ja? Goed hoor. Netjes. Ik kan het beter dan wat, maar ik ga gewoon... En hier staat dan cat is. Je weet in ieder geval hoe je het moet schrijven. Goed gedaan. En Haley heeft ook een mooie rozenstruik. Oh, je hebt ook die... Te grappig. Ja, kijk, ik had hier heb ik raampjes. Die heeft Pablo dan gesneden. En ik dacht, ik maak er dan poezenraampjes van. Dus heb ik een staartje en oortjes. En Haley vond het een leuk idee. Dus die heeft ook
kattenraampjes gemaakt. Dat kan ik ook maken. Ja? Kijk, dat moet je gewoon van ja, makkie. Gewoon een kastje maken van raam. Ja, precies, makkie. Ja, ze heeft het huisje ontdekt. Echt? Ja, ze is wakker. Mooi. Ja. Kijk eens. Ja, zit het op de ster? Ja, is het helemaal droog? Ja, is droog. Okay. Zet hem maar voorzichtig neer. Aha. Goed zo, goed gedaan. Doe kijk. Kijk eens. Nou, dat ik ziet er mooi weer uit. Oeh, zo hoog. Ja, hier. Dit ruikt allemaal. Ja, is allemaal droog. Ze ruikt natuurlijk al die sterke geurtjes. Ik heb het idee dat ze een hele goede neus heeft. Want zodra er een glas melk of eten op tafel staat, dan zit die kat al zo te snuffelen. En hier is je hartje. Ja, een hartje, ja. Kijk eens, Kitty. Oh, kijk, ze springt er zo bovenop. Heb je zo'n mooi kasteel? Wauw. Oh, kijk, ze gaat erin. Hallo. Kiekeboe. Oh. Gaat je vingers pakken, Eden. Kijk, mama. Deze kan je hier zo mooi, want hij heeft al die heel veel ramen, vind ik. Ja, hè? Ja, dat vond ik ook leuk. Ja, papa vond het wel veel weg. Ja, gemaakt, vond ik ook wel mooi. Ja, poezenraampjes. Oh ja, kijk, hier kan je het perfect zien zo. Kijk, zie je dat? Je ziet zo'n heel gangenstelsel en dan zie je Katniss daar. Katniss! Oh. Al die doorgangen en zo. Nou, superleuk. Zijn jullie tevreden? Ja, speeltjes. Vinden jullie hem mooi geworden? Ja. Ja, hè? Hij is heel mooi geworden. En ons mooie knutselwerk is weer klaar. Dus vond je deze video weer leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Mis je neem je video. Doei! 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 Doei!